We monitoren dus continu wat gebeurt er op die netwerken. Wordt het echt heavy shit, dan komt het Computer Emergency Response Team in werking. Wat die doen, daar hebben we het al een beetje over gehad. Hè. Die moeten gaan patchen, die moeten heel snel met z'n allen alles dicht gaan gooien. En dan komt er één man en die gaat wat moeilijk doen. Want die zegt namelijk van hier is een incident geweest. En we willen wel graag de sporen, hè, dat is eigenlijk net als bij een echte crime scene, veiligstellen, zodat wij achteraf kunnen zien van hey, dit soort malware of dit soort methodes worden vaker gebruikt. En dat moeten we bewaren voor een volgende keer. En daar gaan we het nu over hebben met Rob Kuiters, want hij is namelijk security officer bij het Computer Emergency Response Team vanaf 2006. Maar hij is al echt een oud gediende, want in 1996 was hij al network engineer bij KPN. Rob, kom erbij! Ja. Hey, je hebt wat meegenomen. Ik heb mijn vakantiekoffer meegenomen. Kijk, ja. Toch tof. Hey, kom er even bij, want dat willen we wel even zien. Je vakantiekoffer. Ja, dit is een van onze koffers. Dit is de flycase waar onze apparatuur in zit, waar we kopieën mee maken. Forensische kopieën. Een forensische kopie? Ja, een minicomputertje. Het is gewoon een cassette recorder? Ja, zoiets. alleen dan voor bitjes en bytejes. Dus, Hoeveel bits kan erin? De case zit hieronder, er kan 8 terabyte kan erop. 8 terabyte, ja. Nou, dat is ongeveer een heel bedrijf. Ja. Dat is een beetje. Dus langzamerhand lopen we wel tegen wat limieten aan, maar we kunnen er nog steeds goed mee uit de voeten. Nee, want hoe gaat dat nou praktisch in zijn werk? Hè? Bijvoorbeeld die monitoring die ziet van hey, er is een dus malware geïnstalleerd bij een groot bedrijf, groot onderdeel van ons. CERT-team is 24/7 aan het patchen, aan het dichten. Ja. Jij komt dan ook echt met die koffer zo binnenlopen en gaat overal stekkers in stoppen? Niet helemaal. Je maakt eerst afspraken met degene die de server beheert, uiteraard. Want wat je net ook al in je intro aangaf. Je wil dat er zo min mogelijk op de server zelf gebeurt op dat moment, omdat je sporen wil veiligstellen. Ja. En alles wat je in principe op een server doet, dat laat ook sporen achter. Ja. Dus dat wil je wel van elkaar kunnen scheiden. Dus op het moment dat geconstateerd wordt, dan wil je eigenlijk ervoor zorgen dat de server min of meer bevroren wordt. Okay. Zodat alles in de originele staat achterblijft. Zodat wij eerst een kopie kunnen maken van de machine zelf. Want je maakt een kopie van de hele server? Van de hele server, ja. Oh, ja. Van al die terabytes natuurlijk. Ja, klopt inderdaad. En dat is ook wat. En dan kom je met die koffer en dan prik je in. En dan ga je downloaden en zeg je, nou jongens, ga maar koffie halen. Over 2 uur dan staat het erop. Of hoe lang duurt dat? Nou, dat kan gebeuren. We zijn ook wel systemen tegengekomen waar inderdaad een aantal etterlijke uren bezig waren om een image te maken van het systeem zelf. Worden ze dat niet zenuwachtig? Zeggen ze, hey, nee, goed, want meestal probeer je vrij snel van tevoren wil je eigenlijk al de zoveel mogelijk dingen veiligstellen. Zoveel mogelijk sporen veiligstellen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat we doen. Want naast dat we dit gebruiken, hebben we natuurlijk ook alle dingen die eromheen gebeuren. Dus ook bijvoorbeeld het netwerkverkeer, want je wil weten wat er naar de server toegekomen is. Oh, je gaat daar monitoren van wat gaat er in en uit? Ja, want forensisch is natuurlijk niet alleen maar de hardware die je gebruikt, de disk zelf. Maar je wil ook inderdaad alle omgevingssporen wil je ook in principe hebben. Ja. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen wat er nou exact aan de hand geweest is. Oké, dus er zijn bijvoorbeeld een bedrijf, zo'n hacker heeft een achterdeurtje opengezet. Ja. Die zit lekker te downloaden. Wij zien dat, hè, vanuit die monitor. Setting komt daar. Ja. En dan zeg jij van oké, dan gaan we nu kijken. En dan zie je dus inderdaad wat we dan eerst zeggen is van, dan worden de mensen dan heel erg zenuwachtig van, overal van afblijven. Ja. We gaan eerst kijken van wat er nou precies voor communicatie plaatsvindt tussen vanaf de server naar welk domein dan ook, omdat je dat ook wil weten. Ja. Dat is informatie die je in principe wil doorgeven aan je collega-certs of naar het NCC, om ervoor te zorgen dat, wij zijn dan waarschijnlijk niet het enige slachtoffer. Er is een hacker bezig. Je wilt zoveel mogelijk informatie vergaren om dat uiteindelijk te delen met de rest van de security community, om die boze peer zeg maar uit de lucht te halen. Wat is er ook een zaak geweest waar je direct bij betrokken was, die ook in de media is verschenen? Dat je zegt, Goenhart ziekenhuis of... De enige zaak is dan inderdaad van 2,5 jaar geleden, de KPN-hack. Ja. Dus daar was je al bij met je koffer? Nou, niet met de koffer, want toen hadden we de koffer nog niet. En toen realiseerden we ons van oké, het is misschien wel handig dat we ook zo'n koffer gaan krijgen. Ja, dus toen zijn we gaan ontwikkelen op dit gebied. En inmiddels doen we het zelf. Maar die forensische methode werd toen al toegepast? Hè? Dus... Ja, alleen door een ander bedrijf op dat moment. Oh, oké. Ja. Uit Delft. Oh, die. Ja, die. Zullen we niet zeggen wie, want er zijn weer reclame te maken. Maar bekennen ze, ze zijn er allemaal weer bij. Ja. Ja, dit is wel typisch. Als gek wordt, zijn ze erbij. Ik vraag me wel eens af of ze het niet zelf doen. Hè? Ja, misschien wel. Maar toen werd forensisch werd al gebruikt. Dus ja, toen werd al gemonitord en gezegd van we moeten sporen veiligstellen. Ja, om dat soort
ja, mensen te achterhalen, wil je natuurlijk wel informatie eruit halen. En dat heb je ook nodig, want als je uiteindelijk een zaak wil voorbrengen bij de rechter, heb je natuurlijk wel gegevens nodig. Oh, dus zo werkt het ook nog eens een keer. Ja. Dus dan komt in een rechtszaak, komt iemand zoals jij aan het woord om te vertellen tegen een rechter die waarschijnlijk helemaal niks van IT weet. Mm-hmm. Volgens ons werd er vanaf dat IP-adres toen ingelogd en werd er zoveel data gedownload, dus het zal wel zo zijn. Dat zou kunnen. Wat er eigenlijk in ons geval eerder gebeurt, is dat wij de gegevens zoals wij die veiliggesteld hebben, als wij er een zaak van willen maken, geven aan justitie. Ja. Maar dan kunnen we wel laten zien dat we dat volgens een verantwoorde methode hebben veiliggesteld. Ja. Dus dan kunnen zij die gegevens gewoon gebruiken in een rechtszaak als het nodig is. Oké. Okay. Werkt het ook wel eens andersom dat justitie bij jou komt en zegt van hé, wij denken dat er daar en daar wat gebeurt. Kun je even met je doos opkomen dagen? Of? Dat zou kunnen, maar dan moet dat via een lastgeving. Oké. Okay. Want als het goed is, weten jullie het eerder dan zij natuurlijk. Ja, nou, voor onze eigen apparatuur wel. Dus ja. We kijken alleen maar naar het KPN-netwerk, dus we hebben de meeste contacten met Volkers zijn team. Ja. Dus als het voor KPN, als het KPN betreft, dan zullen wij het eerder weten dan justitie het weet. Ja. Ja. Maar je noemt een lastgeving als justitie jullie benadert voor iets? Hoe doen we? Ja, wij kunnen natuurlijk niet zomaar alle gegevens verstrekken aan de politie. Nee. We hebben ook privacywetgeving en dat soort dingen. Dus mag niet zomaar. Nee, dat mag niet zomaar. Dus er moet iets van rechterlijke macht, een bevel klaarleggen bij ons van KPN. Ja. We willen die gegevens hebben. Ja. Ja, dus er komt de politie en dan heb je de officier van justitie die zegt van nou, dit mag. Ja. Of dit moet, dat kan ook. Dit moet, ja. Oh, het zal zijn. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, daar hebben we straks nog wat voorbeelden van als we met Rens Damming gaan praten over de privacywetgeving. Ja. Hey, binnen het CERT-team, mm-hmm. Even voor de mensen daar, hoeveel mensen zitten daarin? 10 mensen. 10 mensen. Ja. En dan ben jij er dus één van? Ik ben er één van en Johan is er één van. En Johan is er één van. Maar heb jij een beetje een aparte status of begrijpen ze wel wat je doet? Ik ben teamleider. Oh, kijk eens aan. Kijk eens, jij kan er ook echt een beetje vuist op tafel slaan en zeggen, jongens, jullie willen me tegen een petje, maar wacht even, de baas moet even checken. Ja. Hartstikke goed. Nou, hey, tot slot. Heb je nog een boodschap voor de mensen die vanmiddag komen, de mensen thuis? Meer een boodschap voor mijn collega's die alle servers en alle apparatuur beheren. Dus als er iets van iets buitensporigs wordt geconstateerd, vooral afblijven, het CERT bellen. Ja. Zodat wij ons werk kunnen doen met op een goede manier forensisch onderzoek kunnen doen. Om te achterhalen wat er nou precies gebeurd is. Eventjes geduld nog. Even geduld, inderdaad. Komt zo. Niet zenuwachtig worden, de koffer komt zo. Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel. Rob Kuiters. Graag gedaan.